heibel bij PSV. Ruud van Nistelrooy komt terug naar zijn langdurige knieblessure. Maar PSV vergeet om hem in te schrijven voor Europees voetbal. Slim. Bovendien stond Eindhoven in brand toen Erik Gerets er in zijn uppie in slaagde om duizenden woedende PSV-supporters terug te jagen het vak in. Bij ons in de studio zagen we de geboorte van het illustere duo Erik Gerets, Harry van Rai. Bij mij aan tafel Erik Gerets en Harry van Rai, de voorzitter van PSV. Heren, u was veel in het nieuws de afgelopen periode. Ja. En het begon allemaal met de kwestie van Nistelrooy. Jullie zijn vergeten hem op te geven bij de UEFA voor de wedstrijd tegen Kaiserslautern. Yeah. En dat noemen we in het internationale topvoetbal een foutje. Ja, foutje. Ja. Sommige mensen noemen dat een foutje. Ik zou het van de andere kant willen benaderen. Je zit in een organisatie en waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En wij hebben die zaak volledig uitgepraat. We hebben gezegd, zand erover. Wij nemen Ruud niks meer kwalijk. Wacht even hoor. Jullie nemen Ruud niks meer kwalijk? Nee. Ja, horen ze, nemen die kwalijk. De heer Van Nistelrooy heeft natuurlijk meer dan 3/4 jaar de tijd gehad gewoon een beetje te lantig van te niks te doen. Nou. Ja, dan lijkt me een kleine moeite om even zelf de UEFA op te bellen. Gewoon, dat kost je hooguit een kwartiertje. Dat lijkt me toch een mooi gebaar naar de club toe als je dat soort dingen zelf even regelt. We hebben het aan de top bij PSV natuurlijk razend druk. Ik zit zelf voor de Euroliga 3 keer per week in Genève. Ik vlieg heel Europa door. Erik hier moet de hele week nieuwe oefeningen bedenken voor de hertgang. Dus ja, dan verwacht je toch het eigen initiatief bij zo'n speler. Dat je op een gegeven moment zelf de telefoon pakt en zegt, nou, ik geef me even op bij de UEFA. Ja, dat doet hij dan niet. Ik heb gezegd, zand erover. Ja. Wij blijven Ruud daar niet mee lastigvallen. Wij zijn bij PSV eigenlijk één grote familie. Wij werken al jarenlang volgens de 3 V's. Hè? Vertrouwen, vriendschap en fair play. Fair play. Ja, dat zijn er echt 3, hoor. Dat zijn er echt 3, daar hoef je niet gaan natellen. Dat zijn gewoon 3. Goed. Volgende zaak van belang, dat waren de supportersrellen. Er dreigde PSV-supporters het veld op te komen. En u bent ervoor gesprongen. U was echt de held van Brabant. Ja, de held. Laat ik zo zeggen, bij Ajax of Feyenoord zou ik dat zeker niet gedaan hebben. We hebben het hier over PSV-supporters. Dus wat je op een gegeven moment op je af ziet komen is ook dat stukje Brabantse gemoedelijkheid. Nou, ze zijn wel kwaad, maar het is kwaad en gemoedelijk tegelijk. Dus ik heb tegen die jongens gezegd, terug in de mand. Anders is er morgen om 10 uur geen koffietafel op de hertgang. Wij werken bij PSV in dat soort situaties graag met de 3 O's. Overwicht, overzicht en autoriteit. Zie ik weer. Kijk, het zijn er echt 3, hoor. Autoriteit. Wij werken er al jaren mee, dus wij zullen echt wel weten hoeveel O's dat het zijn. Ja. Volgende zaak, meneer Van Rai, dat zijn de televisierechten. Ja. Er is een bod gedaan door de KPN aan de clubs van 150 miljoen een half jaar geleden. Zeker. Zo'n bod komt nooit meer, meneer Van Rai. Dat zegt u. Ja. En dat is waarschijnlijk ook waar ook. Ja. Maar het gaat natuurlijk om 150 miljoen gulden. Ja. En niet euro. Mm-hmm. Ja, dat is 1. Punt 2, wij werken aan die televisierechten al jarenlang met een vaste groep zeer bekwame mensen. Ja. Dat zijn echt, dat is de top van de BVO's, betaald voetbalorganisaties. Mm-hmm. Ik noem onszelf wel eens de 6 V's. De 6 V's. Zo staan wij ook bekend als de 6 V's. Ja. Dat is dus Van Rai, ja. Van Praag, ja. Van de Herik en de voorzitter van Vitesse. Wat is dit, meneer Gerets? Dan heb ik hier even nog een ander puntje. Deze beker die heeft toebehoord aan de cabaretier Theo Maassen. Oh ja? Hij heeft deze beker in 1994 gewonnen bij het Kamerettenfestival. Ja. Ik heb een week geleden heb ik een goede Joegoslavische vriend van mij heb ik de opdracht gegeven, bezorg deze beker op mijn bureau. Ja. Dat is inmiddels gebeurd. En ik zou de heer Maassen willen vragen, geef ons de UEFA Cup terug. Dan krijgt u uw beker terug. Ja, heren. Sorry, maar Theo Maassen heeft die UEFA Cup 2 weken terug al teruggegeven, hoor. Dat zegt u. Ja. En dat is dus waarschijnlijk ook wel waar, ook. Ja. Dus dan gaat het hele feest niet door. Het hele feest gaat niet door. Zoals gezegd, we werken in een professionele organisatie. En het is nou eenmaal zo, waar Belgen werken, worden fouten gemaakt. Ja. Daar kunnen we ook niks aan. Ik zou zeggen, no hard feelings. Goed. Nog even, PSV wordt vaak vergeleken met Ajax. Jullie scouten de beste spitsen. En Ajax heeft dan die befaamde jeugdopleiding, hè? Tips. Gezegd. Wordt gezegd. Techniek, inzicht, persoonlijkheid. Ja, en charme.
Ja, snelheid. Ik bedoel, dat tips, ik ben niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Ik vind dat een beetje hoofdstedelijke arrogantie om te werken met tips. Wij bij PSV werken graag met taps. Taps? Taps. We hebben door heel Eindhoven taps neergezet. En aan het eind van de middag is daar goed bier drinken. Goed, maar feit blijft dat jullie hebben een ontzettend goed oog voor spitsen. Romario, Ronaldo, Kersman natuurlijk. Kersman. En Van Nistelrooy, die zal volgend jaar toch wel weer meedoen bij PSV. Nou ja. Opgegeven? Dat is wel leuk. Het zou een mooie boel worden als je nou weer niet... Ja. Dat zou niet kunnen natuurlijk. Eén keer kan je dat permitteren. De tweede keer zal ons dat niet gebeuren. Dat zal absoluut niet gebeuren. En gezien onze ervaringen met de heer Van Nistelrooy op dat gebied... hebben we de zaak dit keer maar in eigen handen genomen. Hij moet voor 1 april is hij opgegeven. Dus de afgelopen week heeft Erik Gerrits dat hoogstpersoonlijk... ter hand genomen, dus die fax die is nu bij de KNVB binnengekomen. Ik heb deze week de faxen uitgestuurd naar de KNVB. Wacht even, de KNVB? De voetbalbond, ja. Nee, ik heb geloof ik een fax gestuurd naar de KNSB. SB. Kan dat? Dat kan, dat is de schaatsbond. Dat is heel goed mogelijk. Dat betekent hoe dan ook dat Ruud van Nistelrooy in november zou kunnen deelnemen aan de IJsselcup.